Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Viertal ambassadeurs overhandigen geloofsbrieven aan president Chandrika Prasad Santokhi. STVS lanceert WK-programma 2022. Ilonka Elmond Foundation organiseert tweede sportdag voor kinderen met een beperking. Coalition for Rainforest Nations ondersteunt Suriname in Beurrapport. En minister Ramdien noemt humanitaire hulp principe in buitenlandse politiek. President Chandrika Prasad Santokhi heeft de geloofsbrieven van de ambassadeurs Yutaka Matsubara van Japan, Conrad Enil van Trinidad en Tobago, Victor Melendez van Mexico en René van Nes van de Europese Unie in ontvangst genomen. De diplomaten hebben op woensdag 19 oktober 2022 op het presidentieel paleis hun opwachting gemaakt bij de president. De afgezanten hebben in een korte deliberatie met het Surinaamse staatshoofd de relatie en de aandachtspunten in de relatie tussen hun land en Suriname besproken. I feel the most privileged to represent Japan to this in this beautiful country. Yes. Now, Japan Emperor Naruhito conveyed the heartfelt sympathies for the impact of COVID-19 in this country. And he also asked me to promote a more close and friendly relationship between two countries. So I'll do my best. As a global society, face challenges that we have never faced before. Most of it relates to our ability to get things that we ordinarily got. In the case of Trinidad and Tobago, Suriname, Guyana, Barbados, we've seen that we need to come together, understand where we are, and use the resources that we have in such a way that it benefits everybody. In that sense, most of the countries would have developed to a stage where they are okay. But it is not now okay to be okay. You need to plan for the future. You need to plan for the generations that are coming. And I think that the opportunity that Suriname presents is one in which the capacity that you have needs to be developed for the sustainability of all of us. And that's where the opportunity lies. We hebben inderdaad net een buitengewoon goed gesprek gehad met de president. Voor mijn vrouw en voor mij is dit een hele bijzondere dag. Wij zijn onze internationale carrière begonnen in Suriname 30 jaar geleden. Wij waren hier eind 1991 tot begin 1996. En het is dus heel bijzonder om aan het einde van de carrière weer terug te komen naar een land waar we met zoveel plezier naar terugkijken. Dus in de tijd die ik heb als ambassadeur voor Guyana en voor Suriname, zal ik me inderdaad inspannen om te doen wat we kunnen om de belangen van Suriname te behartigen. Uw vraag over visa, dat is altijd een hele lastige vraag. En ik wou dat ik u een heel eenvoudig antwoord kon geven en kon zeggen dat ik een toverstokje kon uit mijn jas halen om dit op te lossen. En dat is helaas niet het geval. Dus ik zal dit zeker
blijven benadrukken bij de relevante autoriteiten in Europa. U weet dat de lidstaten hier een grote rol in spelen. En steeds meer lidstaten zijn zich ervan bewust dat ze hier op een constructieve wijze naar moeten kijken. Dus ik hoop dat ik, als ik u de volgende keer weer zie, u met beter en meer nieuws kan geven hierover. I'm so happy to be here in Suriname. It's an excellent country, and you have a big opportunities to develop this nation, and that it's possible to strong the bilateral relation, and that is my mission here. And I congratulate to the President Santokki because he is doing a great job, not only in the development of Suriname, but also he has a leadership in the region and now in the hemisphere with the presidency of the Permanent Council in Organization of American States. Then it's a great moment to Suriname. In verband met de launch van de activiteiten rond het wereldkampioenschap voetbal heeft de directie van de Surinaamse televisiestichting STVS een gedenkpakket overhandigd aan president Santokki. De regeringsleider heeft erop gewezen dat hij er heilig in gelooft dat het Surinaamse Nacho, inclusief de diaspora-spelers, de droom dat Suriname het WK behaalt, ooit zal verwezenlijken. Het staatshoofd geeft aan dat hij zich ervoor sterk zal maken om in te komen met het voorzien in de nodige randvoorwaarden hiervoor. President Santokki heeft bij deze gelegenheid zijn dankbaarheid geuit. Hij omschrijft dit wereldgebeuren als een ontspanning voor velen. Het is een periode waarbij mensen hun problemen terzijde kunnen leggen om te genieten van het wereldspektakel. STVS, oftewel de nationale zender, heeft de exclusieve uitzendrechten voor WK 2022, welke gehouden wordt in Qatar. Naast het organiseren van de bekende WK Toto, zal de zender het publiek vergasten met tv-programma's. Het betreft in deze het WK Journaal en de voor- en nabeschouwing van de wedstrijden tijdens dit toernooi. Ook het programma WK Fatu en WK Caravan zullen uitgevoerd en gepresenteerd worden op de beeldbuis. Kinderen met een beperking en kansarme kinderen van de Voortgezet Speciaal Onderwijs Ilse Labadie School, Voortgezet Speciaal Onderwijs Emma School en het Speciaal Onderwijs Maretrette zijn op woensdag 19 oktober aangenaam bezig gehouden met leuke sport- en spelactiviteiten. De sportdag wordt sinds 2009 mogelijk gemaakt door de Ilonka Elmond Foundation in samenwerking met Fonds Kind en Handicap. Doorgaans worden in een jaar 4 sportdagen voor kinderen met een beperking georganiseerd. Deze worden gedaan in samenwerking met de verschillende stichtingen en Bureau Speciaal Onderwijs BSO. Kinderen met een beperking van de Ilonka Elmond Foundation. Deze sportdagen worden normaal 4 keer per jaar gehouden. Dit is de tweede. Vanwege COVID hebben we een tijdje stilgestaan.
En de bedoeling is de kinderen met een beperking van dit keer de Ilse Labadie school, de Emma school en de OSO Maritraite te laten sporten en gewoon een leuke dag te laten hebben. En u geeft aan, de initiatiefnemer is Ilonka Elmond. Waarom doet ze dit? Omdat deze kinderen eigenlijk een vergeten doelgroep zijn. Er wordt niet zoveel gesport over het algemeen op deze scholen. En sporten is voor iedereen goed en ook voor kinderen met een beperking. Het leert ze een heleboel. Winnen, verliezen, competitive zijn en ook samen zijn en gewoon delen. Wat voor spelletjes spelen ze hier allemaal? We hebben vandaag is het Joule en Jompofutu om te beginnen. Chinees voetbal. Tienbal, dat is, mag je de bal niet op de grond laten komen en ook niet fysiek elkaar in de weg staan. Er is sprint estafette, waar ze met een lepel en een tennisbal heen en weer moeten rennen. En de bal mag niet vallen. En ja, dat was het. Zijn er prijzen aan verbonden of is het gewoon allemaal vriendschappelijk? Het is gewoon vriendschappelijk. Het is gewoon allemaal gewoon voor de gezelligheid en de lol en ook voor het bewegen. Naar de gemeenschap toe zou ik zeggen, kinderen met een beperking zijn ook kinderen, mensen met capaciteiten, ondanks de beperking. En naar de kinderen met een beperking of de mens met een beperking toe, een beperking is geen belemmering. Dus ga ervoor. De Coalition for Rainforest Nations ondersteunt Suriname bij het in elkaar zetten van rapportage over maatregelen op het gebied van klimaatverandering. Dit Biennial Update Report, BUR, moet ingediend worden bij de United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC. Een van de updates in het BUR-rapport betreft de acties om het Surinaamse bos te beschermen. De bedoeling is dat deze verslagen resulteren in carbonkredieten. Een delegatie van de Coalition for Rainforest Nations heeft op woensdag 19 oktober omtrent het voorgaande haar opwachting gemaakt bij president Chandrika Prasad Santokhi. Op het kabinet van de president is het staatshoofd geïnformeerd over de stand van zaken en welke de vervolgstappen zijn. Kevin Conrad, executive director van de meergenoemde organisatie, zegt dat Suriname carbonkredieten kan inzetten om geld te verdienen. Middels deze financiën kunnen vervolgens plattelandsgemeenschappen ondersteund worden in hun ontwikkeling. Suriname is al enkele jaren actief lid van de Coalition for Rainforest Nations, die zich al ruim 15 jaar inzet voor bescherming van bossen ten behoeve van het klimaat. Ten aanzien van het BUR-rapport wordt in Suriname samengewerkt met het Nationaal Technical Team dat bestaat uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu, het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname en de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht. Suriname moet zich niet manoeuvreren in een positie om wel hulp te willen ontvangen, maar nooit te willen geven. Humanitaire hulp bieden is een principe in de buitenlandse politiek. Het maakt je acceptabel en respectabel in de wereld. Zo stelde minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking op maandag 17 oktober in het parlement. Hij ging in op vragen die parlementariërs hadden gesteld over de eventuele opvang van Afghaanse vluchtelingen. Met betrekking tot hoeveel personen, ik heb reeds aangegeven, het gaat om enkelen. Dat is het verzoek. Dat betekent nog niet dat dat effectief zo zal zijn. Wij moeten nog zien of er überhaupt Afghanen komen. Dat zal afhangen van de beoordeling. En of men zelf geïnteresseerd is. Dus dat proces is gaande van het bespreken van wat wel en niet kan. Wij zullen de Nationale Assemblee uiteraard blijven informeren
over deze aangelegenheid. Ik begrijp de aandacht die ervoor is. Er is ook gevraagd in welk kader past dit. Dit past in het beleid van elk land om humanitair beleid uit te voeren. Dit zijn geen zaken waar je zomaar zo nee tegen zegt. Wij zijn ook een land die van tijd tot tijd ondersteuning nodig heeft. En dan verwachten we dat die ondersteuning er komt. Zo zijn er ook andere landen die verwachten dat wanneer ondersteuning wordt gevraagd, dat die ook in overweging wordt genomen. En dat is precies hier het geval. Wij moeten uitkijken ons niet te gaan isoleren in een situatie waarbij wij alleen ontvangend zijn, maar nooit bereid zijn te geven. En zeker wanneer het gaat om humanitaire aangelegenheden. Dat is een principe van de buitenlandse politiek en het maakt je acceptabel en respectabel in de wereld. Uiteraard, het moet beoordeeld worden. Het moet binnen een bepaald kader plaatsvinden. Uiteraard moet het ook zo zijn dat de voorzieningen er zijn. Maar het principe dat je uit humanitaire overweging in overweging neemt een verzoek om personen die in een moeilijke situatie verkeren buiten hun schuld om die mogelijk op te nemen in je samenleving, dan is dat juist iets dat positief wordt beschouwd. Overigens, een groot deel van onze hele samenleving is gebaseerd op migratie. En dat was Focus. Mag ik u bedanken voor uw aandacht? Goedenavond.